Hoi, ik ben Cor Spronk. De komende 5 vlogs zullen gaan over ondernemerschap. Hoe je een onderneming kunt opstarten of hoe je kunt doorgroeien. Ik ben Cor Spronk van Spronk Bemiddeling en Advies. In de komende 5 vlogs zal ik je meenemen en in het boekje De One Minute Ondernemer. Ontzettend leuk boekje van Ken Blanchard. Dat heb ik jaren geleden gelezen en ik heb hem nog eens gelezen. Leuk boekje. Als je een onderneming wil starten, dan is het belangrijk dat je een goed fundament legt. Ga gewoon eens met andere ondernemers praten. Bel ze op, mail ze, leg contact via LinkedIn. En vraag je, mag ik eens met je praten? Ik wil een bedrijf starten. Hoe heb jij dat gedaan? Welke fout heb jij al gemaakt? Ontzettend leuk om dat eens te doen. En als je nou met die mensen praat en je hoort dingen, ik heb bijvoorbeeld zo'n boekje, de Writer's Block. En daar schrijf ik alle tips in die ik hoor van ondernemers, die schrijf ik erin. En die neem ik mee en die luister ik nog eens naar, die kijk ik nog eens naar. En dan kijk ik, oké, wat kan ik ermee? Wat belangrijk is om heel dicht bij jezelf te blijven. En als je een plan hebt en als je een doel hebt, dat stevige fundament, wees daar goed mee bezig. Dat boekje geeft bijvoorbeeld inzichten, wat leuk is om door te nemen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, een goed leven is gefundeerd op sterke, degelijke waarden, zoals integriteit, liefde, eerlijkheid en werken met een duidelijk doel voor ogen. Dus start je onderneming met een duidelijk doel voor ogen. En bijvoorbeeld, je hoeft nooit vals te spelen om gelijk te hebben of om te winnen. Doe wat juist, dat is belangrijker dan gelijk hebben. Het tweede puntje wat ik wil behandelen is kennis en kennissen. Kennis hebben is natuurlijk goed, maar kennis hebben is nog beter. Het is natuurlijk heel belangrijk wie jij kent, maar het is vooral ook belangrijk wie jou kent en hoe ze je kennen. Dat ze weten wat je wilt gaan doen, wat je gaat doen, wat voor bedrijf je opstaat, wat voor product je gaat verkopen of voor dienst. Dus zorg dat je zichtbaar bent. Zichtbaar op LinkedIn, zichtbaar misschien op Facebook, misschien op allerlei andere kanalen, YouTube. Zorg dat je gezien wordt en zorg dat ze weten wat je doet. Een ander punt wat ik nog wil zeggen in dat vergaren van kennis en het laten zien, dat is het puntje, falen in de voorbereiding is een voorbereiding tot het falen. Dus als jij je goed voorbereidt voor iets en het goed over de bühne kunt brengen, dan zal het slagen. Maar als je denkt, oh, het komt allemaal wel, ik doe het allemaal wel, hè, dan is het falen in de voorbereiding een voorbereiding tot het falen. Zo. Dit was mijn eerste vlog in de reeks van 5 over ondernemerschap. Hoe je een onderneming kunt opstarten of hoe je onderneming kunt laten groeien. Ik wens je veel plezier, succes en tot volgende week. Hoi!